Welkom bij de basis van bedrijfskundig financieel management, het makkelijkste rekenboek ter wereld. Ik ga je meenemen naar de resultatenrekening. Je begint met de omzet, daar trek je vanaf de kosten van de omzet, zodat je uitkomt bij het verkoopresultaat. Daar trek je vanaf de bedrijfskosten, zodat je uitkomt bij het bedrijfsresultaat. En daar moet je weer vanaf trekken de rentekosten, zodat je uitkomt bij de winst. En dat weet je, want dat heb je eerder gezien. Kijk maar. Je neemt de omzet, daar trek je vanaf de kosten van de omzet, dan kom je bij het verkoopresultaat uit. Daar trek je vanaf de bedrijfskosten, zodat je uitkomt bij het bedrijfsresultaat. In cijfers. Maria heeft een omzet van 9000 euro. En kosten van de omzet zijn 4500, zodat haar verkoopresultaat 4500 is. De bedrijfskosten die ze gemaakt heeft zijn 3525. Zo haar bedrijfsresultaat is 975 euro. Rentekosten hebben we nog niet, dus haar winst is ook 975 euro. Sommetje doen. Stel de resultatenrekening op als de omzet 750, de kosten van de omzet 125 en de bedrijfskosten 300 bedragen. Wat is dan het bedrijfsresultaat? Omzet 750, daar gaat 125 euro vanaf. Hou je 625 euro over. Bedrijfskosten zijn 300, betekent dat je 325 euro aan bedrijfsresultaat overhoudt. We hebben nog geen rentekosten, dus haar winst is 325 euro. Kun jij ook. Veel succes!